Ik ben Mienke Simon-Thomas en ik ben de samensteller van deze tentoonstelling Handmade, Lang Leven het Ambacht. En het is een tentoonstelling die gaat over het maken en het waarderen van het ambacht. We hebben voor een wat ongebruikelijke opzet gekozen. 7 clichés over het ambacht. En dat zijn 7 manieren waarop mensen vaak over het ambacht oordelen. En ja, eigen aan een cliché is dat het deels waar is, maar dat er ook een soort gemakzuchtig oordeel in zit. Dus we willen zeker niet proberen om een soort alleen maar lang leven het ambacht te roepen, maar zeker ook kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling van het ambachtelijke. Alle hele gewone dingen, elke kandelaar, elke kraan, elke kop, elke kom, werd natuurlijk, voordat de industrialisatie op gang kwam, werd met de hand gemaakt. Maar we willen ook een aantal voorbeelden laten zien van objecten die ja, niet altijd, die nooit eigenlijk in ons museum te zien zijn, maar die ook getuigen van heel groot vakmanschap. En ik sta hier naast een prachtig kazuifel, een priesterkleed. Dat priestergewaad, wat in de midden van de 19e eeuw is geborduurd met op een wijze die echt onvoorstelbaar grote vakkundigheid laat zien. En de mensen die dat in de 19e eeuw hebben geborduurd, streefden ernaar om hun techniek en ook de vormgeving het werk van de 17e eeuw, onze gouden eeuw, te evenaren. En dat, ja, dat blijkt hier heel erg duidelijk uit. Hier bijvoorbeeld zie je een paar voorbeelden van heel oud 16e eeuws aardewerk en zelfs een paar voorbeelden die nog veel vroeger zijn. En bij die hele vroege voorbeelden zie je dus echt daadwerkelijk de vingerafdrukken van de maker. En dit zijn voorbeelden van hedendaags design waarbij je ook letterlijk de vingerafdrukken van de maker ziet. Dus dat zijn ontwerpers die spelen als het ware met dat idee van het unieke. Je ziet hier 3 hele bijzondere truien, die zijn gebreid door Roland Jansen. Dat was een hele flamboyante Hagenaar die dag in dag uit op zijn tuinstoeltje op de stoep zat te breien. Hij kocht oude truien op de markt, die haalde hij uit en daarvan breide hij de ene trui na de andere zonder een patroon en elke keer weer helemaal anders. Ook dat is een vorm van huisvlijt. Toen we met het maken van de plannen voor deze tentoonstelling begonnen, stond meteen vast dat we ook mensen wilden uitnodigen om op zaal dingen te komen maken. Want we wisten bijna zeker dat iedereen het leuk vindt om echt te zien hoe dingen gemaakt worden. Want dan pas zie je hoeveel moeite het kost, hoeveel tijd het kost, hoe zwaar het soms is. Je ruikt ook dingen en je kan dingen voelen. Dus dat hebben we ja, echt geprobeerd om in het concept te verwerken. In de praktijk bleek dat toch vrij moeilijk, omdat we wel te maken hebben met een tentoonstellingszaal waar ook hele kostbare en kwetsbare objecten staan opgesteld. Dus heel veel ambachten konden niet op zaal worden uitgevoerd. Dus alles waar vuur, water of vluchtige stoffen bij te pas komen, die kunnen we niet hier laten zien. Maar gelukkig bleven er genoeg ambachten over. Bij de afdeling Virtuoos is dit ongetwijfeld het grote topstuk. Het is een strikje gemaakt door de beeldsnijder Grinlin Gibbons. Die is geboren in Rotterdam, maar zijn carrière maakt, een hele grote carrière, in Engeland, aan het Engelse Hof met name. En hij maakte dit strikje echt om te laten zien hoe ongelooflijk virtuoos hij kon snijden. En hij koos, hij wilde echt aantonen dat hij zo fijn kon snijden als Venetiaans kant, wat eigenlijk het meest verfijnde is wat men in die tijd kon bedenken. En hij
slaagde daar wonderwel in. Want ik heb gemerkt dat er mensen op de tentoonstelling lopen die echt niet in de gaten hebben dat dit een stukje lindenhout is. Die echt denken dat het Venetiaans kant is. Dus dat is buitengewoon mooi. Het is een topstuk uit de collectie van het Victoria and Albert Museum. En ik ben heel erg blij dat we dat mogen lenen voor deze gelegenheid. We hebben op de tentoonstelling ook een echt stuk Venetiaans kant liggen. En daarop kunt u zien van hoe fijn dat in werkelijkheid is. En je kan ook zien dat er eigenlijk niet zoveel verschil is met de strik die Greenland Gibbons sneed. Het leuke van deze tentoonstelling is ook dat we proberen juist om nu eens een keer geen onderscheid te maken tussen traditionele objecten of design of kunstnijverheid of materieel erfgoed. Op deze tentoonstelling wordt alles getoond en op die manier hopen we dat mensen het kader van waaruit ze meestal naar dingen kijken is loslaten en gewoon kijken hoe mooi dingen zijn.